Ik ben moe van al het werk dat ik voor jullie allemaal heb moeten doen. Hemel en aarde worden bewogen om Joost op dat Songfestivalpodium te laten shinen. Nou, we weten allemaal hoe dat afloopt. Al gaat deze creative director zeker niet bij de Europa-papa-pakken neerzitten. Joost is mijn kind en je kinderen laat je nooit in de steek. Of in elk geval niet waar ik vandaan kom. Ik heb nog nooit zo lang aan één project met een goede vriend gewerkt. Nou ja, het lijkt wel gisteren dat Gover het in de krant heeft over een maanlanding. Iets wat we nog nooit eerder op het Songfestival hebben gezien. Een maanlanding, wordt het dat? Ik heb geen enkele last van iets wat ik ooit heb gezegd te beleven. Ik heb het van tevoren geprobeerd te zeggen tegen iedereen. Ik heb letterlijk gemeld dat we iets gingen doen dat nog nooit eerder vertoond was. Niemand wilde naar me luisteren, iedereen lachte me uit. Ja, nu staan we hier. Daar kunnen we in Nederland best wel nog wat van leren. Terug naar belangrijkere zaken, want het onderzoek naar Joost is nog in volle gang. Ik ben meerdere keren gesproken. Ik moet nog meer spreken, want er zijn nog veel meer onderzoeken. Dat is ook, ja, daar kan ik ook niks aan doen, maar het gaat denk ik nog wel even duren voordat we vrijuit mogen praten. Ja, hij is duidelijk overprikkeld. Omdat onder andere reporters van jullie ons het leven heel erg zuur hebben gemaakt. Is Malmö niet een tripje voor in de boeken? Net als iedereen was het ook voor mij een zware periode. Ik moet ook wel echt zeggen, we zijn zo ontzettend gestalkt en lastiggevallen. Vooral door RTL Boulevard, maar ook wel door de hele media. Nou, dit is totaal niet ongemakkelijk. Dat we moeten gewoon weer heel eventjes zelf bijkomen van alle heftigheid. En ook wel van de paniek die journalisten ons hebben gebracht. Want ja, continu stonden er mensen in mijn privésfeer met te filmen en achter de bosjes achter me aan te zoeken. We willen een bepaalde privacy hier hebben. Dat is gewoon geen prettig leven. Dus ik doe het weer heel even rustiger aan als je het niet erg vindt. Aran Baden, lag jij daar achter die bosjes? Nee, ik lag niet achter de bosjes. Nee, ja, ik zit al met verbazing hiernaar te kijken. Want we zijn eigenlijk wel blij dat hij ons te woord wilde staan. Want we waren echt bang dat er echt iets aan de hand was met Gover. Hè. We hebben hem nooit meer gezien na dat incident eigenlijk. Ik heb hem daar ook niet meer gezien. Dus we waren echt benieuwd, hoe gaat het met hem? Maar dat hij zo vermoeid en als een bevalling terugkomt. Hij zegt, jullie reporters hebben mij het leven zuur gemaakt. Het was een zware periode. En hij heeft niet eens op het podium gestaan, hè? Dus ik denk echt dat ze het als een soort schoolreisje hebben gezien, die groep met elkaar. En net zoals vroeger dan onder de banken in die bus gaan zitten als je dan terugkomt. Maar dat hebben ze echt letterlijk gedaan. Want dat was de reden waarom we op een gegeven moment ook wel een beetje achter hun aan zijn gegaan. Omdat we ze gewoon nooit meer spraken. Maar normaal is alles wat hij doet ook een beetje een performance act. Dus ja. Als er daar geen media bij is, dan is het ook niks. Precies, ze hebben ons eigenlijk nodig. Ja, goed gezien. Ja, dat is wel zo. Nou, en ik vind wel under promise over deliver. Hè? Dus hij heeft ontzettend opgeblazen dat het zo iets groot zou gaan worden. Een maanlanding heeft echt Gover zelf gedaan. Want de media, ik bedoel, wij hebben dat toen overgenomen. En we hebben het er ook hier over gehad. Maar je kan beter wat rustiger beginnen en dan iets laten zien waarvan wij denken van, oh, dat is wel leuk. Ja, ik denk echt dat hij het onderschat heeft. Het is niet zomaar even daarheen gaan. Natuurlijk met dat incident, dat heeft alles veranderd. Ja. Ook voor hem. En ik denk dat ze daar zwaar teleurgesteld in zijn. Maar het is zeker niet de schuld van de media, vind ik, om nu met een vingertje daarnaar te gaan wijzen. Ik denk echt dat hij het onderschat heeft. Ja. Kan het niet zo zijn dat hij het gewoon wel zo ervaren heeft, maar dat ze bij de omroep of bij de organisatie gewoon veel te veel steken hebben laten vallen? Want je weet toch waar je aan begint? Ik bedoel, het is het Songfestival. Ja. Dan denk ik, hoe kan je dat nou zeggen? Dan denk ik, het is het Songfestival. Het is niet een soort braderie waar je komt. Nee, precies, dat het je zo overvalt. Maar hij heeft het hier heel specifiek niet over de EBU, hè? Nee, klopt. Dat is een reden, denk ik. Ja. Maar even nog wat Erik zegt. Ik denk dat de AVTROS helemaal geen controle heeft gehad over dit gekke groepje. Want ze waren op een gegeven moment alleen maar losgeslagen van wat ze zelf wilden. We mochten dan 1 vraag stellen. Dat ik dacht van 1 vraag, we komen natuurlijk wel voor meer. En de EBU wordt niet genoemd. En dat vind ik opvallend, want hij zegt wel echt iets wat nieuwswaardig is. Hij heeft meerdere gesprekken gevoerd. Ja, hij zei het een beetje apart. En er loopt dus natuurlijk nog het onderzoek voor een mogelijke vervolging van Joost Klein. En ik denk dat hij zomaar nog een keer ondervraagd gaat worden. Want de advocaat van Joost wil die ondervragingen hier voor getuigen verhoren. En hij zei dat er nog andere onderzoeken lopen. Nou, ik weet niet beter op dit moment dat er 1 onderzoek loopt. Maar dan zou dat ook betekenen dat er daarnaast nog een ander onderzoek zou zijn gestart. neem het altijd een beetje met een korreltje zout wat hij zegt. Maar het betekent wel dat het serieus is dat hij dus ook ondervraagd is over die situatie. Wat is daar gebeurd toen direct toen ze van het podium afkwamen en de dreigende beweging zou zijn gemaakt. En de EBU, daar heeft hij blijkbaar helemaal geen boodschap aan. Nee, want je hoort hem vooral afgeven op de pers. Hè? Ja. Het is toch veel logischer als hij zou zeggen van... hé, ik pak de EBU aan. Ja, ik denk dat zou ook kunnen. Maar ik denk dat hij zich echt vooral irriteert dat het mislukt is. Ik bedoel, het is voor hem natuurlijk ook iets... Hij heeft niet op het podium gestaan. Hij heeft dus alleen een act kunnen doen en daar zijn handtekening onder gezet. Ja, dat is heimelijk misgegaan. En ik denk toch dat hij de EBU daar zoiets heeft van... ja, dat maakt me echt helemaal niks uit. Daar kom ik nooit meer terug. Heeft Joost nog iets van zich laten horen? Ja, Joost heeft weer een cryptische plaatje online gezet. Misschien weten jullie daar iets meer over. Want ik kan er echt niks meer mee. Het is een Black Mirror verwijzing. My Life... An episode of Black Mirror and I don't know if I like it. Ja, ik denk dat hij hiermee refereert naar die aflevering in Black Mirror... Joan is Awful. Ik weet niet of jullie Black Mirror hebben gezien, maar... Ja, dat is van die... Ja, het is een vrouw die wordt... tenminste, die heeft helemaal niet door dat ze wordt achtervolgd en dat ze wordt gefilmd. En ze komt er later achter dat haar hele leven eigenlijk een soapserie op tv is. Volgens mij is dat show. Wat... Ja, omdat die ook continu wordt door RTL Boulevard onder andere. Dat klopt, dat klopt wel. Nou, je moet er even doorzoeken, maar ik vind het jammer dat het zo... Het was zo leuk hoe het begon allemaal. Europa wat is gewoon nog steeds een hit. En ook bij jongeren. En dat het dan zo eindigt. En Gover, laten we een keer... zonder dat hij zich achtervolgd voelt wat drinken. Want ik bedoel, ja... En ik ben nog benieuwd of die serieus uit het onderzoek gaat komen. Ja. Wat daarover gezegd wordt. Nou, we zullen er ook binnenkort meer van horen.